We staan hier in een lokaal. Net zei je, het is 25 graden, maar de ramen staan open. Ja, dat klopt. Ja, wij hebben een school waar de ochtendzon de hele ochtend dus schijnt op de lokalen en 's middags ook. En gezien de temperaturen van vorige week was het natuurlijk enorm warm in de school. Vorige week was het 30 graden in sommige lokalen, dus nu 25. Dus dat is al 5 graden koeler. Vanochtend om 7 uur hebben we de ramen open gedaan. Althans, de conciërge heeft dat voor ons gedaan. Alle deuren open, zodat er toch nog wat frisse lucht binnen kon komen. Nou, heb je het nu over de warmte, maar van de winter wordt het natuurlijk een stuk kouder en nog steeds moet er geventileerd worden. Het advies is zelfs zo regelmatig mogelijk 10 tot 15 minuten. Ja, het waait hier behoorlijk. Hoe ga je dat in de winter doen? Nou, dan gaan we in ieder geval zorgen dat de ramen overdag, als er les wordt gegeven, openstaan. En dan zullen we dus echt extra gaan ventileren als er pauze is. De kinderen hebben 's ochtends een kwartier pauze. Dus dan kunnen ze van 10 tot 10:15 of andere tijden. Kan er geventileerd worden tussen de middag. Want we hebben een continu rooster. Kunnen de ramen weer een kwartier tot 20 minuten open. En dan zou de temperatuur echt misschien wel 17 of 18 graden zijn als ze weer binnenkomen. Maar dan is het in ieder geval wel goed geventileerd een kwartier lang. En als het echt heel hard gaat vriezen, ja, dan moeten we dan maar kijken hoe we het gaan doen. Maar dan zijn er vast ook wel weer nieuwe adviezen van de GGD en van het RIVM. Dus. Ja.